Ik heb besloten deze column maar voor te lezen, want anders wordt de tekst vast gefotografeerd en lekt die toch uit. Het 8-uur-journaal van gisteren opende met een uitgebreid stuk over vaccinaties en wat mij betreft vooral met de veelzeggende zin: zowel deskundigen als Kamerleden vinden het tempo te laag. Of dat zo is, ga ik voor u uitzoeken. Maar het feit dat we al sinds ruim een jaar worden geregeerd door deskundigen en dus niet echt door een regering, laat staan dat de controle op peil is. Want als je Kamerlid bent, dan ben je, dat lijkt me duidelijk, geen deskundige. Behalve natuurlijk als je bij een partij hoort die wetenschap ook maar een mening vindt en je zetels weet te halen met de belofte van totale vrijheid op 100.000 terrassen in Nederland. Maar laten we die van de realiteit losgezongen club er nou even buiten laten. En in plaats daarvan luisteren naar zo'n deskundige die namens het RIVM aan de Kamer kwam uitleggen waarom onze vaccineersnelheid lijkt op het aanvalstempo van het Nederlands elftal, terwijl andere Europese landen er de ene na de andere inprikken. Maar goed, nog twee van zulke wedstrijden van Oranje en we hoeven het helemaal niet meer druk te maken over Qatar, ja dan nee. Omdat de RIVM-Jaap dacht, geef mijn portie maar aan Prikkie, sorry Vicky, was Jaap van Delden afgevaardigd. Jaap van Delden, jasje, baardje, lange zinnen. Hij sprak voor 2 miljoen kijkers en tegen niet-deskundige Kamerleden die het idee hadden dat op allerlei priklocaties mensen in een witte jas duimen zitten te draaien. Hij sprak de volgende zin uit. Dat mensen duimen zitten te draaien is een welbewuste keuze, omdat we inplannen op overcapaciteit. En daar zit de flexibiliteit in dat we grotere volumes kunnen hebben dan we hebben. Nou ben ik ook geen deskundige qua vaccins en ik heet geen Jaap, maar toch even een paar prikjes mijnerzijds. Ik vind de combinatie duimen draaien en spuiten in bovenarmen van kwetsbare mensen zetten geen fijne, oftewel RIVM, doe iets aan je choreografie. Ik zou zelf altijd inplannen op capaciteit en niet op overcapaciteit. Ik bedoel, ik kan hier ook elke donderdag binnenlopen met 3 columns, maar daar gaan ze in het draaiboek van de nieuwsbv echt geen ruimte voor maken. En welke grotere volumes van wat kunnen we hebben en hoe kun je überhaupt grotere volumes kunnen hebben dan je hebt als wat je hebt al het grootste volume is dat je hebt. Dus hoezo dan groter kunnen? Ja, Jaap, wat jij kunt, kun ik ook. Luister, we leven in Nederland. We moeten toch in een hoog tempo spuiten kunnen zetten? We zijn het land van Herman Brood en meerdere professionele wielerploegen. Spuiten zit in ons DNA. Ooit ramde Hansje Brinkers zijn vinger in een dijk om dit land te redden. Precies die beweging gaat het om. Alleen dan met een naald in plaats van een vinger en een arm in plaats van een dijk. En terwijl ze in Engeland zelfs inenten in kerken, moskeeën en tempels, zitten wij op onze overcapaciteit en doen ze op Urk hun best om in ieder geval het aantal besmettingen op niveau te houden. Jezus, sorry. Iets verder erop in hetzelfde journaal zag ik overigens het licht. Ik heb in de afgelopen 2 maanden zoveel naalden in armen zien verdwijnen dat ik nu denk dat ergens de afspraak is gemaakt dat alle vaccinaties in Nederland feitelijk gefilmd en uitgezonden moeten worden, anders tellen ze niet. En ik reken nu gezien mijn leeftijd en gezondheid op een vaccinatie voor Pasen. Pasen volgend jaar bedoel ik. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.